vorige week vrijdag sprak ik alweer in de livestreams. En nu zijn we hier. Ja, weer. Je gaat nu weer voor Glory. Je gaat weer aan de slag. Lange tijd dat we elkaar kennen, WFL. Hoe heb je de reis ervaren van die tijd als heavyweight tot nu? Ja, het is natuurlijk geen makkelijke reis geweest. Ik kom van 113 kilo af. Het was bloed, zweet en tranen. Maar ik ben nu eindelijk waar ik moet zijn. The best shape of my life. En ik ben klaar om iedereen neer te slaan. Ja man, en het is ook te zien. Je uithoudingsvermogen, de kracht zit er nog steeds in. Heel veel mensen hadden verwacht dat je tegen Wissen zou moeten gaan. Ik denk dat ook iets is wat jij uiteindelijk zou willen doen. Als je nu kijkt naar je huidige tegenstander, hoe zou je hem omschrijven? Hij heeft zelf ook tegen Wissen gestaan. Wissen heeft hem volgens mij in de eerste ronde een goede 8-tellen gegeven. Maar hij is opgestaan en hij heeft gestreden als een leeuw. Dus ik denk dat het een doorzetter is. Een goede vechter, een harde vechter. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden 8 oktober. En ik bereid me voor op 3-4 rondes. Dus knock-out in elke ronde is mooi meegenomen. Ja, zeker. Zoals ik net al zei, die kracht zit erin. Hoe gaat het met je uithoudingsvermogen, je cardio? Mijn cardio is uitstekend. Wordt steeds beter en beter. Ik dacht dat ik de vorige wedstrijd al in de best shape zat. Maar elke wedstrijd, elke training weer kom ik steeds meer vooruit. En ik begin me steeds beter te voelen. Ja. Ik zie je voornamelijk afvallen, maar ik zie nu ook steeds meer spier erbij komen. Ja, dus je bent eigenlijk dus vetpercentage naar beneden, spierpercentage omhoog. Merk je daar ergens verschil in? Natuurlijk, spierconditie. Je blijft gaan, je wordt minder snel moe. De stoten blijven hard, dus het is alleen maar plus in alle opzichten. Ja. En nogmaals over je tegenstander. Hoe zou je hem zien als type vecht, zeg maar technisch? Heb je wat beelden van hem bekeken? Ik heb niet heel veel beelden van hem bekeken. Ik weet wel dat hij zeker technisch is, anders draait hij niet mee op het hoogste niveau kickboksen. Ik denk, zoals ik al zei, dat het een doorzetter is en dat hij zeker komt om te beuken. Hij komt niet 15 uur vliegen vanuit Brazilië om niks te doen. Dus ik denk dat hij zeker voor een mooie wedstrijd komt en ik zal er klaar voor zijn 8 oktober. Ja, precies. Je hebt een... Eigenlijk qua gewicht en qua spier heb je eigenlijk al meerdere divisies gehad, zeg maar, om het zo te noemen. Stel voor je pakt deze pot. Laten we hopen dat het tegen Wissen gaat. Wil je eerst de hele divisie legen? Of wil je denken dat je af en toe ook wel andere divisies zou willen proeven en zou willen kijken hoe het dan is gegaan? Ik kom van de heavyweight af. Natuurlijk snakt het altijd naar meer. Alleen mijn focus is momenteel op deze divisie en de titel. Daar is mijn focus op en geen enkel andere tegenstander dan Almeida momenteel 8 oktober. Ja, man. Dat snap ik. Even wat anders. Ook bij mensen in jouw gewicht. Dat is weer een hele andere switch. Volgens mij hebben we het al eerder over gehad. Adesanya Pereira. En Adesanya Pereira. Laten we eerst even op Pereira beginnen. Vind je het niet jammer dat je niet tegenover hem hebt gestaan? Zou je niet jezelf willen testen tegen hem? Zeker, natuurlijk. Pereira is een uitstekende vechter. Een vechter met een hoge fight skill. Ik hoef natuurlijk niet heel veel te vertellen over hem. Hij heeft zichzelf al bewezen. Natuurlijk zou ik wel tegen hem willen staan. Dat is, je wilt je natuurlijk altijd testen op het hoogste niveau. Alleen hij zit in UFC en ik wens hem heel veel succes. En ik denk ook dat het een hele mooie wedstrijd wordt tegen Adesanya. Want ze zijn beide echt gedreven. Ja, hij was ook in Nederland. Ik heb hem hier bezig gezien. Heb je ook best ook met hem bezig geweest als voorbereiding? Nee, ik ben niet bezig geweest als voorbereiding. Maar ik heb hem wel ontmoet in Düsseldorf, laatst gala. En daar hebben we ook gesproken. En een hele sympathieke, relaxte gozer. Maar hij spreekt geen Engels. maar hij heeft een goede management bij hem die alles vertaalt. Dus, maar een sympathieke man. Had hij nog wel leuke woorden om met jou te wisselen? Nee, hij was gewoon enthousiast dat de divisie weer langzamerhand beter gevuld wordt. Er komen steeds meer nieuwe jongens bij. Verder hebben we niet heel veel gesproken. We hebben genoten van de gala. Ja. Als we nu de toekomst in gaan. We kijken 5 jaar verder. Hoe denk je... Waar je daar staat en hoe denk je dat mensen zullen herinneren? Hoe zou je jezelf neerzetten? Ik wil herinnerd worden als een van de beste Turkse vechters. Een van de beste vechters in de middleweight waar ik momenteel in zit. En als iemand die heel hard kan slaan en mensen knock-out slaat. Weet je, dat mensen zeggen van je moet niet op een stoot van Serkan lopen, want dan ga je liggen. Ik denk dat we al goed op gang zijn, dat we goed bezig zijn. En ik wil gewoon herinnerd worden als de beste. Ik wil wat achterlaten voor mijn nabestaanden ook en voor iedereen die na mij gaat komen. Precies, dus eigenlijk dat ze in de toekomst niet zeggen Serkan is de neef van Gökhan, nee, maar Gökhan is de neef van Serkan. Nee. Ja, zeker. Ja. Kleine voorspelling voor jouw partij, 8 oktober? Een spektakel. Ik ga zoals jullie altijd weten voor de harde knockout. Ik ben een knockout vechter. Alleen ik zou ready zijn voor 3 harde rondes. En knockout in elke ronde is mooi meegenomen. Ik ga mijn best doen en ik ben ready 8 oktober.
allerlaatste vraag moeten we vragen. Main event, Badr hebben we ook al over gehad, Badr overeen. We weten al wie je wil dat win, we weten al wie je denkt dat win, maar op welke manier denk je dat win? En wat voor gevaren zie je bij Alistair eigenlijk tegenover Badr? Ja, of je nou went of keert, Alistair overeen is een vechter met heel veel ervaring. Komt van de UFC af, heeft hele zware jongens gehad ook. Dus Badr is mijn teamgenoot. Ik zie hoe hij traint en ik zie hoe gedreven hij is. Dus ik denk dat Badr Hari gaat winnen op een knockout. Okay, dankjewel. Zoals altijd. En succes, man. Love, man. Sowieso. Is goed, man.